maar even wat dichter. We zijn hier vandaag in Antwerpen en wij komen hier met het gezin en de vriendjes genieten van Sportopia en heel veel plezier maken. We zijn hier vorig jaar, zijn wij hier ook geweest met heel de familie. En ze hebben hun hier toen heel goed geamuseerd. Onze oudste zoon is een kindje met een aantal beperkingen. En we hadden zo eerst iets van, gaat dat wel lukken voor hem? Maar dan uiteindelijk zagen we dat er hier ook een initiatie was van rolstoelhockey. En dan heeft hij voor de eerste keer kennis gemaakt met rolstoelsporten eigenlijk. En is hem dat heel goed bevallen. Waardoor dat wij ook heel blij waren, want de andere kinderen hadden hun heel goed geamuseerd. Maar hij had zich eigenlijk ook heel goed kunnen amuseren hier. Het is heel leuk om te zien dat het niet Arne is die zich nu eens moest aanpassen, maar dat het nu de gewone kinderen zijn die eens in zijn leefwereld komen. En dan merk je gewoon ook dat hij daar heel hard door openbloeit en dat hij er zo van geniet. Pak ze maar, Arne, doe maar! Het zit hier ook allemaal heel goed in elkaar. Overal, bij elke attractie dat er hier te doen is, zit er minstens 2 of 3 begeleiding. Waardoor dat je ook wel een veilig gevoel hebt en waardoor je ook wel echt zoiets hebt dat de kinderen ten volle ervan kunnen genieten. Sportopia is een hele leuke plaats om naartoe te komen met iedereen, jong en oud. Iedereen kan zich daar uitleven, iedereen kan er plezier maken. Zowel bij zon als bij regen is het hier heel leuk en heel aangenaam om naartoe te komen. Een ideale daguitstap om te doen. Ja.